Hallo serpentjes, ik ben Rick Zomer Gameplay en welkom bij Black Ops 3 Custom Zombies. Met vandaag Zombie Halloween. Een zeer leuke map. Ik heb deze map maandenlang bewaard voor dit moment. De zeer speciale, super speciale Halloween special met uitjes. Dan denk je misschien, maar Rick, het is helemaal geen Halloween. Dat is namelijk pas 31 oktober. En dat klopt. Ik heb deze map maandenlang weggezet, zodat ik hem als Halloween special online kon gooien. Maar toen bedacht ik mij opeens wat. Ik ga het sowieso vergeten. Heb ik maandenlang deze map bewaard van yes, Halloween special, 31 oktober. Vergeet ik het, moet ik weer een heel jaar wachten. Weet je wat, ik ben mezelf gewoon voor. Ik speel de map gewoon voor Halloween. Dan ben ik sowieso niet te laat. Deze map is oprecht heel erg vet. In plaats van zombies heb je grotendeels skeletmannen. Dat is toch wel leuk voor de verandering. Voor de rest staat de hele map vol met deze hele kleine pompoenen. En als je een zombie slash skeletbeest dichtbij de pompoen doodmaakt, dan gaat zijn ziel in de pompoen en dan wordt de pompoen sterker als een of ander horrorverhaal. Voor de rest heb ik voor deze video een heleboel horrorverhalen meegenomen voor jullie vermaak. Ja, ik heb er niet heel veel en ze zijn ook niet heel goed, maar ik heb toevallig vandaag wat redelijk engs meegemaakt. Het zit namelijk zo. Ik was naar huis aan het fietsen. Op mijn fiets. Ja, zo werkt dat meestal. En ik had een lekkere koptelefoon op met leuke muziek. Tenminste, ja, daarom luister ik ernaar, omdat ik het zelf leuk vind. En er fietste opeens een jongen naast me. En echt bewust naast me. Ik keek me de hele tijd aan, maar ik verstond hem niet, want ik had de koptelefoon op natuurlijk. Dus ik denk, wat is hier aan de hand? Wil deze jongen iets van mij? Hij kijkt me de hele tijd aan. Dus op een gegeven moment deed ik mijn koptelefoon af. En ik vroeg, hey, is er iets? En hij zei, je fietslicht staat aan. Ik denk, huh? Dat is raar, het is midden op de dag en volgens mij is mijn fietslicht al eeuwen kapot. Ik weet ondertussen niet eens meer hoe mijn fietslicht aan moet, maar jij zegt dat mijn fietslicht aan staat. Ik zei, nou, dat denk ik niet. Voor mij staat het gewoon uit. Hij zei, nee. Je fietslicht staat echt aan. Kijk maar eventjes. Ik denk, oké, ik stap van mijn fiets af. Hij stopt ook met zijn fiets, naast mijn fiets. We stappen allebei af. We staan heel dicht naast elkaar. We lopen allebei naar de achterkant van mijn fiets toe. We kijken naar het lampje en wat blijkt? Staat gewoon uit. Wat de fuck was die gast allemaal aan het doen? Ik heb echt het gevoel alsof het een moordpoging was. Of die gast zag gewoon door het licht van de zon of zo. Op een bepaalde manier tegen mijn fiets reflecteerde alsnog. Want dat doet het achterlicht van je fiets best wel. Ik heb geen idee wat hier precies gebeurd is. Maar hij was heilig van overtuigd dat mijn fietslicht aanstond. Het stond niet aan. Engste verhaal ooit. Wauw, ik vind het helemaal niet leuk om de Raygun als eerste wapen te krijgen. Het is veel te goed. Ik zit in ronde 2. Ik wil gewoon rustig een beetje opbouwen. Ik ga hem ook gewoon niet gebruiken. Nou, misschien wel. Ik wil niet doodgaan ondertussen. Dat zou ook zo jammer zijn. Maar ja, weet je. Misschien is hij wel een mooi opstapje naar misschien nog wel veel enger dan wanneer je fietslicht aanstaat. Het broeikaseffect. Nou, daar moeten we wel rekening mee houden. Misschien is hij gewoon... Hij bedoelt het wel goed. Ik zei ook tegen hem van ja, ik zie dat het niet aanstaat zoals ik al dacht. Maar toch dankjewel voor het zeggen. Voor hetzelfde geld stond het wel aan. Dan is het wel fijn als je het even zegt. De meeste mensen fietsen gewoon door. Nee. Deze jongen gaf gewoon een batterijtje in mijn fietsliggie. Want ja, als ik niet wist dat het aanstond, had ik hem waarschijnlijk gewoon de rest van de week ook nog aan laten staan. Moet je nieuwe batterijen kopen. En de aarde blijft maar opwarmen. Dat sowieso. Oh, fuck. Ik schrik me de tering. Maar ja, de opwarming van de aarde is wel oprecht een probleem. Zeg maar, de komende paar jaar gaan we er niet dood aan. Maar de aarde wordt wel steeds warmer. En warmer. En warmer. En op een gegeven moment hebben we gewoon geen winterjassen meer nodig. En dat vind ik eng. Want ik heb letterlijk net een hele toffe winterjas gekocht. Gewoon echt geld uitgegeven. Daadwerkelijke euro's aan een daadwerkelijke jas. Mijn moeder altijd zegt, Rick, koop een nieuwe jas. En dan koop ik een nieuwe jas. Opeens, boom, global warming. Het is nu altijd 50.000 graden. Je hoeft geen jas meer aan. Dat zou ik wel echt heel eng vinden. Ik zit te denken of ik nog daadwerkelijk enge verhalen heb voor deze video. Ik moet opeens denken aan een niet eng verhaal, maar het is gewoon eng omdat ik me zorgen maak om de toekomst van de Nederlandse slash Belgische jeugd. Dus het is wel relevant voor deze video. Jullie zijn vast wel bekend met de legendarische Nederlandse boyband Main Street. Hun muziek wordt vaak aangevraagd op mijn livestreams, voornamelijk omdat hun muziek gewoon legendarisch slecht is. Je bent mooi, bijzonder, you're the girl of my dreams. Ze zingen de hele tijd half Nederlands, half Engels. En het is gewoon verschrikkelijk.
Maar op een gegeven moment waren we dus in de stream en iemand had weer de muziek van Main Street aangevraagd. Gewoon als een soort kleine troll richting mij. Dus we waren weer Main Street aan het luisteren. Ik denk opeens, weet je, bijna alles op het internet wat bestaat, bestaat ook wel iets seksueels van. Dus laat ik even Google intikken. Main Street erotische fanfictie. Je moet niet zomaar een fanfictie sturen, bezoeken. Er zijn ook gewoon onschuldige kinderen die gewoon normale verhalen typen van, oh, een van de jongens van Main Street wilde met me naar de bioscoop. Hij hield mijn hand vast. Was goeie. Nee, je moet wel erotische bijtikken. Dan weet je dat er piemels in zitten. Nou, dit was denk ik oprecht het slechtste verhaal dat ik ooit gelezen heb. Alsjeblieft, ga nooit boeken uitbrengen. Het was een verhaal over een meisje. En die moest in de zomer naar kamp. Weet je waar dat kamp was? Duitsland. Ik denk dat kinderen toch nog een raar beeld hebben van nazi's en dan ja. Als je naar een kamp moet, dan moet je naar Duitsland toe. Oh, wat was er dan zo raar in dat kamp? Nou, het was een redelijk raar kamp. Het was gewoon een normaal zomeractiviteitenkamp voor jongeren. Er was alleen één regel. Als je seks hebt, word je vermoord. Letterlijk, de mensen die daar rondlopen van de begeleiding, die hebben allemaal wapens bij zich. En als ze merken dat je seks hebt, het meisje dan, de jongen niet, om een of andere reden, want cultuur of zo. Als je als meisje seks hebt, ben je een gore, vuile slet en dan word je vermoord. Ik vond het ook redelijk heftig voor mijn verhaal. Nou, dat meisje gaat er dus heen. 3 keer raden wie er in het kamp zijn. De jongens van de boyband. Tuurlijk, anders dan ging het niet over de boyband, toch? Dus ja, redelijk inkoppertje. Die waren in het kamp. De jongens van de boyband. Duidelijk. En om een of andere reden hebben alsnog heel veel meisjes seks met de jongens van de boyband. En die gaan allemaal dood. En de jongens van de boyband geven geen neuk. Gewoon, oh lol, is Sarah dood? Ah, boeien. En dat meisje die zit wordt op een kamer geplaatst met alleen maar die jongens. En ze wil heel graag seks met ze hebben. Maar aan de andere kant niet, want dan wordt ze vermoord. Het is een beetje net Temptation Island, dat programma waar je op een eiland wordt geplaatst. En het enige wat je moet doen is niet vreemd gaan. En wat ze dan doen is vreemd gaan. Nou, hier moet je dus in een kamp. Het enige wat je moet doen is geen seks hebben, want dan word je vermoord. En wat doet iedereen? Seks hebben en vermoord worden. Ik vind dat redelijk. Het is een goede opzet voor een verhaal, sowieso. 10 van de 10. Nou, toen op een gegeven moment werd het een beetje spannend en werden de kleren uitgedaan en zo. En toen, ze schrijven dat in delen, weet je wel. Deel 1, deel 2, deel 3, ja, zo werken delen. En ja, precies het moment waar ik nou niet wist of de personage dood ging of niet, de schrijver gewoon gestopt met schrijven. Ik denk moord. Ik denk dat een seriemoordenaar dacht, of een huurmoordenaar. Dit verhaal is te spannend. Het is te goed. Het mag nooit afgemaakt worden. Het mag het daglicht niet zien. Dus toen is het gestopt, ja. Zeer spijtig. Over huurmoordenaars gesproken. Ik heb vandaag wat fucked ups op het internet gelezen. Niet normaal, omdat het ook fucked up is. Blijkbaar kun je op de deep web mensen inhuren voor zo'n 1500 eurotjes. Niet heel duur voor wat je ervoor krijgt. Je kan iemand betalen om kinderporno op een andere persoons computer te zetten. Stel, ik heb een superhekel aan Enzo Knol. Is niet waar, Enzo Knol, prima vent. Andere persoon dan Mark Rutte. Maakt niet uit wie eigenlijk. Enzo Knol is gewoon een goed voorbeeld, want hij is bekend op YouTube, dus jullie kennen hem. Stel, ik heb een stuk hekel aan Stuk TV. Nou, dan betaal je een of andere gast 1500 euro en die zet dan kinderporno op hun computers. En dan doe je een anonieme tip bij de politie, van ja, die gast van Stuk TV hebben superveel kinderporno op hun computer. En dan valt de politie hun huis binnen misschien. En dan vinden ze superveel kinderporno op je computer en dan kun je heel lang de bak in gaan. Dat is fucked up, dat je voor 1500 euro iemands leven gewoon compleet kan verwoesten. Ik vind dat persoonlijk best een enge gedachte, maar hey, dat zal wel weer aan mij liggen hoor. Nou vraag ik me af hoe vaak dit gebeurt. En hoeveel kan je er tegen doen? In de rechtszaal zeggen heel veel mensen, ja maar dat heb je niet gedaan. Die kinderporno is gewoon magisch op mijn computer terechtgekomen. Misschien als je een matige kinderporno persoon plaatser hebt, dan zie je gewoon dat er 100 bestanden staan die allemaal op dezelfde dag erop gezet zijn. Dan zie je best wel duidelijk dat het ja nep is. Als er 100 dingen op dezelfde dag opkomen, dan weet je wel redelijk, hé, dit is niet echt. Ik ben trouwens aan het doodgaan hier, niet cool. Fuck. Die honden zijn verdomme sterk. Waarom gebruik ik er niet meer regen? Ja, dat vraag ik me nu ook af. Nu ik helemaal dood ben, denk ik opeens, ja, waarom deed ik dit zo? Niet heel handig. Het spijt me. Waar zijn ze? Zijn er nog wel meer, toch? Is het af? Nee, daar is er één. Hop, hop, hop. Paardje in galop. Oké, dat was ik ook weer in mijn verhaal. Oh ja, dat hele kinderporno gebeuren. Misschien zie je nog, zeg maar, je kan vaak zien hoe oud een bestand op je computer is. En wanneer het voor het laatst versleept is en dat soort dingen. En laatst gewijzigd. Dus misschien dat je in de rechtszaal nog kan zeggen van, hey, ten eerste is het om 4 uur 's morgens op mijn computer gezet. Toen was ik aan het slapen en ik weet niet hoe dat gaat bewijzen, maar ja, laten we gewoon hopen dat niemand dit ooit doet.
Thanks. Alvast bedankt. Het is in ieder geval een ding en het is verschrikkelijk. Voor de rest, enge verhalen. Ik ben letterlijk net gewoon op Google, heb ik gewoon ingetikt, enge verhalen. Ik heb nogal een periode in mijn tienerjaar gehad dat ik op internet creepypasta's las. Dat zijn dan een soort, ja, internet enge verhalen. Vaak een beetje gebaseerd op popcultuur, maar soms ook gewoon compleet verzonnen verhalen. Zo is er een bekende creepypasta genaamd Squidward's Suicide, oftewel Octo's zelfmoord. Als in het SpongeBob personage. En dat gaat dan over een aflevering waar Octo, ik geloof, een klarinet optreden heeft. Hij oefent natuurlijk al het klarinet. Hij heeft een groot klarinet optreden. Maar iedereen vindt hem kut. Hij heeft zijn hele leven toegewerkt naar eindelijk goed klarinet kunnen spelen. En optreden geven voor de grootste klarinetmensen in de wereld. Iedereen vindt het kut. En zijn hele zelfvertrouwen is zo naar de galamiezen dat hij besluit zichzelf dood te maken. En terwijl hij dat doet, het hele scherm wordt helemaal rood. En opeens allemaal foto's van dode kinderen in beeld. Zo gaat het verhaal. En je kan deze aflevering niet zien. Er staan een paar lelijke edits op YouTube met gewoon stukjes uit andere SpongeBob afleveringen geklipt. Het is namelijk niet waar. Voor de rest had je zitten de Russian Sleep Experiment. Dat is oprecht wel een spooky verhaal. Die kun je op YouTube intikken. Als in het Russische slaapexperiment. Het is best wel tof verzonnen ook. Het gaat over een experiment dat de Russen dan zogenaamd deden op een aantal mensen door ze een gas in te laten ademen, waardoor je niet meer moe bent. Dus eigenlijk gewoon een hele grote groep mensen uiteindelijk 2 weken lang wakker laten zijn. Waardoor ze helemaal doordraaien en gekke dingen gaan zeggen. Dat soort verhalen bestaan. Heb ik nog een tijdje van genoten, maar momenteel doe ik eigenlijk helemaal niks meer met dat soort verhalen. Ik zoek het ook nooit echt meer op. Mijn interesse ligt er niet heel erg bij. Ik ben er niet gigantisch spookt van dat ik nachtenlang niet meer slaap. Voor de rest geen groot fan van horrorfilms. Ik geniet heel erg van de Saw-films. Met Halloween komt er weer. Eindelijk Saw 8. Ik weet niet, ik vind Saw-films gewoon altijd heel spannend. Het hele idee van een man die mensen in een kamer stopt en zegt, hey, hoe erg wil je eigenlijk leven? Of je haakt binnen 2 minuten je arm eraf of je gaat dood. Dat vind ik redelijk interessant. En het fijne aan die Saw-proeven zijn, de helft van de tijd hakken ze hun arm eraf en leven ze. En de andere helft van de tijd hakken ze hun armen net te laat af en gaan ze dood. Altijd spannend. Het is nooit gewoon standaard horrorfilm iedereen gaat dood. Of standaard horrorfilm iedereen leeft. Echt iedere keer dat je zo'n scène hebt, is het gewoon bloedspannend. Want je weet echt niet of ze het nou gaan halen of niet. Dus ik vind Saw persoonlijk altijd wel heel erg vet. Maar ik heb dus net, ik dacht, ja, hey, misschien kan ik nog iets van een leuk verhaal vertellen. Ik ga gewoon naar Google toe en ik tik in op Google. Enge verhalen. Ik denk, nou gaan we het krijgen hoor. Enge verhalen. Ik ga trouwens ook nog even proberen al die pompoenen te vullen. Dat is een beetje het doel van deze wereld namelijk. Moet je het niet te moeilijk voor jezelf maken, want dan ga je dood. Maar wat ik het beste werkt is gewoon rondjes rennen. Zometeen kunnen we waarschijnlijk deze poort ook gewoon kopen. Dan lopen we een rondje volgens mij. Ja, kijk. Kun je gewoon rondjes lopen door de map. En dan op een gegeven moment ben je bij ik heb de hik. Super eng. Op een gegeven moment ben je bij 1 zo'n pompoen en dan knal je ze allemaal van lek. Taka. Dus, ik heb een verhaal opgezocht. Nou wil ik het eigenlijk graag voorlezen in deze video. Maar ik weet niet hoe goed het te doen is om een verhaal voor te lezen. Terwijl je ook heel veel zombies aan het slopen bent. De clue is in ieder geval dat het verhaal uitzonderlijk slecht is. Dus, kleine spoilers. We hebben de eerste pompoen gekleerd. Dan krijg je een gratis extra perk. Dankjewel. We krijgen, ik denk, Mew Kick. Of is het Quick Revive? Ik heb het altijd moeilijk om ze uit elkaar te houden. Een van de twee. Mew Kick houdt in dat je 3 wapens krijgt. Quick E5 kun je sneller herladen. Ik krijg wel zin in 3 wapens. Het gaat nogal snel leeg. Ah, volgende boom meteen gekleerd. Dit schiet lekker op. We kunnen ergens geloof ik nog een andere perk halen die wel vet is. Namelijk Electric Cherry. Even kijken. Voor mij was dat hier zo, ja. Hier zo. En er is hier een geheim. Er is namelijk ook nog ergens een Pack-a-Punch. En die speel je vrij door. Je moet in pompoenmodus zitten. En dan moest je voor deze spiegel staan ofzo. Dat was ergens een spiegel en dan kon je dan doorheen. Ik heb ook geen idee meer hoe het werkte. Ik dacht dat het hier was, maar misschien moet je eerst al die pompoenen weghalen. Hier is in ieder geval Electric Cherry, is een chille perk. Oké, zijn jullie klaar voor het verhaal? De wraak van Lola. Nu al beste vrouw ooit, of niet? Er was eens een meisje, Lola. Ze was 10 jaar toen het gebeurde. Het was een gezellig oud en nieuw feest, totdat Lola iemand zag. En nu moet ik even gauw op de gameplay letten. Tot over 3 minuten krijg je deel 2 van Lola's super spooky verhaal. Ik heb het verhaal ook nog niet veel verder gelezen. Het komt erop neer dat Lola ziet iemand en dan zegt ze tegen de vriendin, zullen we kijken wat dat is? Wat al meteen suggereert, hey, een monster. Zo van, niet realistisch. Lola ziet iemand. Omschrijft het verhaal, maar zegt tegen de vriendin, zullen we kijken wat dat is? Hey Lola, sinds wanneer weet jij dat een monster is? Ik ben eigenlijk wel benieuwd nu. Zal ik gewoon even de video pauzeren om de vraag van Lola af te lezen? Hoe geïnteresseerd zijn jullie hierin? Het enige wat ik weet is dat het heel matig is.
We hebben dus Fire Sale, waardoor je dus overal voor 10 money eenheden kan packenpunchen. Maar opeens vind je dan nergens een... Of packenpunchen, sorry, ik kan random boxen. Vind ik opeens nergens een random box. Ja, hey, verdorie game. Zo zijn we niet getrouwd natuurlijk. Een beetje dan. En een beetje zo getrouwd. Nou, en wel zo'n pompoen trouwens, dat is wel fijn. Wat hebben we voor moois? Oh, dat is wel fijn, die wil ik wel. Die is leuk. Lekker veel puntjes mee verdienen. Oké, nu ik al deze gasten achter me heb, kan ik oprecht proberen het Lola verhaal verder te lezen. Haar vriendin vond het, goed en liep mee. Ik ga het verhaal nu gewoon aflezen ook, anders wordt het echt niks. Toen hoorden ze iemand wat zeggen. Stop tot hun grote verbazing. Het staat al letterlijk. Stop tot hun grote verbazing zagen ze Annelien, de vriendin van Lola en Michelle. Annelien zei stop, niet verder gaan. Anders gaan jullie ook dood. Dood, zei Lola. Maar Annelien, jij bent niet dood. Annelien slikt even en zegt dan... Lieve, met een F, Lola, je bent mijn allerbeste vriendin. Maar ik zal je een verhaal vertellen. Het was net als nu, dood en nieuw. Het was... Wat? Het was hartstikke... oud en nieuw. Laat dit hele verhaal maar zitten. Het is verschrikkelijk. Dat is het punt dat ik wilde maken. Maar, dus met die hele spooky pasta's en horrorfilms... Over het algemeen ben ik niet snel bang, is het punt dat ik wilde maken. Dus... Waar ben ik dan wel bang voor? Dat ga ik je even vertellen. Doodgaan? Zeg maar, de dood zelf, niet zozeer eng. Doodgaan op een hele nare manier. Verschrikkelijk. Dat was ooit een verhaal van een man, die was tussen twee rotsen. Twee rotsen zaten dicht bij elkaar, zo'n mooie kier. Dus hij is in die kier gevallen. Maar niet zoals in die film van die man die tussen twee rotsen vast komt te zitten. Die valt zeg maar, met zijn benen naar beneden en die moet dan zijn arm afsnijden of zo. En dan komt hij vrij. Daar is een film over gemaakt, geloof ik. 48 Hours, heet hij niet zo? Zoiets? Nou, dit is een ander verhaal. Die man valt namelijk met zijn kop naar beneden. En hij zit helemaal vast. Echt helemaal vast. Hij heeft al moeite met ademhalen. En iedere keer als hij ademhaalt, voelt hij gewoon... Omdat zijn longen natuurlijk even een beetje intrekken. Zijn borstkas zet er in en uit. Iedere keer dat hij ademhaalt, glijdt hij een klein stukje verder. Tussen die twee stenen door. En kan hij weer net iets minder ademhalen. Totdat hij op een gegeven moment, ja... Als organen gewoon helemaal gedrukt werden door zijn eigen gewicht. En het is een verschrikkelijke manier om dood te gaan. Dat wilde ik gewoon eventjes laten weten. En voor de rest, marteling. Verschrikkelijk. Ik weet niet of jullie bekend zijn met het verhaal van... Oh shit, ik heb nu het Lola-verhaal. Staat boven mijn onderwerpenlijstje heen. Hoe heet die? Even kijken, waar staat zijn naam nou? Camarena. Camarena was een DEA-agent. Oftewel, dat zijn de drugspolitie. Je kent zijn verhaal uit Breaking Bad. De Drugs Enforcement Administration is het voor mij. De DEA. Het is de politie in Amerika. Een speciale taskforce die gericht zijn op het stoppen van drugs. Eigenlijk de war on drugs, weet je wel. Het vooral dealers oppakken en hele fabrieken waar ze drugs maken platleggen. En ze hadden dus daar een infiltrant. Dat was deze man, de eerder genoemde Camarena. Die zat dus eigenlijk bij een van die drugsgroepen. Maar hij deed alsof hij... hij deed alsof hij gewoon bij de drugsmannetjes hoorde. Maar hij werkte eigenlijk voor de politie. En door middel van hem hebben ze op een gegeven moment een wietplantage kunnen oprollen. Die ik geloof 3 miljard aan wiet produceerde. Dat is heel... Veel geld. Ging echt om meer dan een vierkante kilometer volgens mij aan wietvelden. En ja, toen kwamen ze er op een gegeven moment achter van hé, dat was die gast van de politie. Door hem zijn we verraden en opgepakt. Nou, daar is hij achter gekomen. Die gastjes van dat drugskartel, die hebben hem even iets mee ontvoerd. En hem flink hard gemarteld. Eindelijk is hij gevonden met al zijn ribben gebroken. Zijn longen helemaal ingebeukt. En uiteindelijk meerdere gaten van een boor in zijn hersenen. En die gasten maken geen grapjes over martelen. Nee. Wat vaak gebeurt als je gemarteld wordt, ik vraag me niet hoe ik dit weet, is dat je rijdt redelijk snel buiten bewustzijn van shock. Als iemand een boor tegen je hoofd aanzet, zelfs al ga je niet meteen dood. Je lichaam is zo in paniek als je niks kan doen dat je op een gegeven moment gewoon flauw valt. En dat is fijn, want dan kun je niet verder gemarteld worden. Nou, wat ze dus deden, heel slim, de druggie mensen, is ze stopten hem helemaal vol met crystal meth. Daardoor word je helemaal opgepept en daardoor kon hij dus niet flauw vallen. Het zorgde ervoor dat hij niet flauw kon vallen. Terwijl ze allemaal gaten in zijn hersenen boorden. Nou, lijkt me redelijk eng als in één keer een stel druglords gaten in mijn hersenen boren. Dat is even wat ik mee wilde geven. Dus, doe je best op school. Haal goede cijfers. Word geen YouTuber, want voor je het weet... heb je niet alleen gaten in je hoofd omdat je zo dom bent. Maar ook omdat er wat mist in je hersenen. Ik zie in één keer trouwens dat dit ding nu open is. Kun je er nu doorheen? Nee. Je moet voor mij in pompoenmodus zijn. Dan lag er daar net een perk. Maar misschien is hij nu ondertussen al weg. Oh, shit. Nee! Kom hier, mijn kinderen! Nice, ik heb hem. Oh, ik heb... Oh. Nee! Ik heb die pompoen gemist. Nou ja, zeg. Oké, nee, we moeten zo meteen dus nog even één keer die pompoen... Oh, het werkt nu pas? Het werkt nu toch, of niet?
Of is de map in één keer gewoon een heel raar kleurtje? Ik heb geen idee. Nee, voor mij bij die pompoenpeer ook niet. Dat is jammer. Heb ik alle pompoenen in de map opgeruimd dan? Gaat het zo goed? Luxe? Geen idee. Even kijken, wissel even naar niet regen. We hebben nu instant kill, dus dan kun je lekker zo doen. Kijk eens aan, lekker doorheen maaien. Hé, hey, ik heb electric cherry. Die wilde ik... Oh, die heb ik net gekocht natuurlijk. Ik dacht even van, hey, die wilde ik net kopen. Ik had hem al gekocht. Mijn geheugen, man. Mijn geheugen. Voor de rest misschien wel een leuk feitje is... ik heb een leuke subreddit gevonden. Het is de subreddit. Even kijken hoor. Waar staat die nou? Controllable webcams. Het is gewoon een internetpagina, forum. Met linkjes naar allemaal webcams waarop is ingebroken. Waardoor je 24/7... gewoon ieder moment van de dag, wanneer je maar wil, mee kan kijken door die webcams. Een aantal van die webcams zijn bij mensen thuis. Veel zijn gewoon op kruispunten, kantoortjes. En ik dacht, weet je wat, ik ga heel even gluren. Ik ga gewoon even kijken. En wat me dus vooral opvalt, is dat zoveel mensen zitten... Het is zo saai. Zoveel mensen die gewoon thuis zitten, achter hun computer. En een beetje klik, 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 klik. Het is vooral gewoon interessant om te zien hoe... saai een mensenleven is als je er vanuit een derde persoon naar kijkt. Zeg maar, ik doe ook vaak een hele dag niks en dat vind ik gewoon dikke prima. Alleen als je er vanaf, vanuit de hemel naar zou kijken, dan denk je echt, Jezus, wat saai. Schrik, schrik, schrik. Het leven is saai. Altijd. Nou, je moet gewoon je leven extremer maken als het zo saai is, joh. Even kijken. Zullen we dit wapen wegdoen? Dat is namelijk redelijk kansloos langzamerhand. Oei, oei, oei. Ja, ik zal meteen mijn wapens wel even upgraden als het even mag van de game. Mag het even van de game? Trrr, nope. Jammer dan. Krijgen de garant. Oh shit! Yes! We zijn in vieze pompoenmodus. Dan kunnen we dus nu als het goed is. Hier doorheen. Nee? Huh? Achteruit of zo? Ik weet pittig zeker dat je hier doorheen moest. Ah! Nu werkt het wel. Oeh! En dan ben je bij de backpunch. Yes. Ik ga deze upgraden, want dat vind ik vet. En dan gaat als goed is deze poort open en dan kun je gewoon altijd in de pack-a-punch doen. Dat is een beetje een rare geheim om te vinden. Kunnen we als goed is nog een keer meteen pack-a-punchen. Dan krijgen we een repackie erop. Ping. Kijk, met Thunderwall erop. Deur open, 0. Oh, hier is ook nog een extra pompoen trouwens. Oh, hier zo. Oké dan. Laat even al die pompoenen doen. Ik weet niet of ik dan nog iets vrij speel. Oh, hier hebben we wat gratis perky. Yeah, thank you. Dat is, ik geloof de... Even wachten, we zo'n pompoen vinden, Rick. Ik snap dat je er zin in hebt, maar rustig aan. Dus ja, ik weet niet of het helemaal legaal is om mee te gluren van andermans webcam. Het is niet erg netjes. Er wordt ook wel vaak het advies gegeven om een plakkertje op je webcam te doen, sommige mensen. Mijn webcam geeft als het goed is licht als die aanstaat. Zo had ik een keer dat ik gewoon per ongeluk... Ik heb één toets. Als ik wil opnemen, druk ik op F7. En als ik wil stop met opnemen, druk ik op F7. En ik heb ook een toets daarvoor voor livestreamen. Ik kan gewoon met één druk op mijn toetsenbord livestreamen. Dan heb ik die toets dus een keer per ongeluk ingedrukt. Ik lag lekker in mijn bed op mobiel te chillen. En op een gegeven moment lees ik op Twitter. Hey Rick, je weet dat je aan het livestreamen bent, toch? Oh, dat doet me denken aan een heel slechte ervaring. Ik heb een keer zoiets soortgelijks gehad. Alleen toen... ja, kort samengevat, mijn penis uit mijn broek. En er waren 60 mensen aan het kijken. Dat verhaal krijg je nog steeds een keer van me. Ik weet niet wanneer ik het ga vertellen. Dat is oprecht het grootste faal uit mijn hele leven. Ja, gek hè. Als je per ongeluk je piemel aan het livestreamen bent voor een groep mensen. Dat het best wel gezien wordt als een faal. Ja. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. Midden in deze video. Terwijl er maar misschien 500 mensen kijken. Andere keer misschien. We moeten even kijken wanneer. 90.000 abonnees. Doen we het zo. Abonneer. Waarschijnlijk duurt het nog een eeuwigheid voordat ik de 90.000 abonnees heb. Maar als ik de 90.000 abonnees heb, vertel ik de grootste faal uit mijn hele leven. Waar zelfs mensen om me heen eigenlijk ik nooit over verteld hebben. Want waarom zou je? Waarom zou je dit vertellen aan andere mensen? Please abonneer. Ondertussen ben ik gewoon een beetje klaar met deze map. Op een gegeven moment komt een punt dat je gewoon best wel goed bent. Ik wil mezelf niet legendarisch in deze game noemen, maar op een gegeven moment gaat het gewoon best wel goed. En dan denk je, ja, ik kan in principe zo nog 10 rondes door. Als ik gewoon een beetje rondjes blijf lopen en mijn best doe, maar dan heb ik eigenlijk helemaal niet zo'n zin meer in. Dus ik ga gewoon een beetje iets meer risico's nemen dan vaak. Dan denk ik, oh, in plaats van echt mijn best doen, ga ik of met heel erg kut wapens spelen, doe ik vaak. Of ik denk, nou, we gaan niet meer moeite doen. Ik wil nu gewoon deze pompoen. Ga ik gewoon hier staan. Hier. Oeh, heel fun. Oh, fuck. Oh, fuck, dit is hoe je doodgaat. Ja, dat is wel heel veel. Oh, shit.
Dat valt wel mee. We maken het even spannend. Nou, zo spannend is het ook weer niet. Revive me maar, game. Twee death machines. Double damage? Nee, zo werkt dat niet. Ik baal wel een beetje dat ik allemaal perks kwijt ben nu. Ik ging er echt niet vanuit dat ik dood zou gaan, anders had ik het niet gedaan, geloof mij maar. Oh, ik heb er genoeg geld om de meeste perks terug te kopen, dus. Alleen, we zijn nu wel ons derde wapen kwijt. Oh, dat is het goede wapen. Nee! Mijn bekken punched, bitchy shit. Ik mis je zo. Fuck. Dat was wel oprecht heel erg balen. Dit is wat je krijgt als je minder je best gaat doen. Je haat jezelf voornamelijk gewoon. Waarom ging ik minder mijn best doen? Ik kan deze bommetjes niet gooien. Dat doen die ook alweer. Ah, oh, er komt een grote takelmonster uit. Mijn jeugd. Redelijk goed beschreven. Oké, dan. Nog even gaan een keertje pekken punchen. Boedieboedieboep. Oeh, is dat goed? Het ziet er wel vet uit, maar of het nou echt goed is. Is weer een hele andere vraag natuurlijk. Ah, monkeybombs. Nice. Die vangen wel de andere bommetjes die ik net had, maar prima. Nu krijg je waarschijnlijk een teddybeer, of niet? Ik ben niet echt veel denderend. Dan kan ik ook gewoon de raygun upgraden hoor, maar dat vind ik gewoon flauw. Vind ik gewoon niet spectaculair. Oké, ik moet sowieso iets gaan upgraden, anders gaan we sowieso dood. Oké. Nieuw plan. Ga gewoon weer hier weer rondjes lopen, alleen forceer jezelf niet in die hoek, Rick. Dat is een verschrikkelijk idee. Voor het geval je nog niet geleerd hebt van je fouten net. Je kan niet denk best rondjes lopen, maar moet je even iets beter je best doen. Oh, die pompoen is al weg trouwens. Dat had ik die packer punch uitgekregen. Oké, okay, sure. Waar zijn er nog meer van die gekke pompoenen? Zijn er nog een paar ergens door de map heen verdeeld? Je ziet er soms nog niet altijd even goed. Dat is mij hier nog ergens eentje of zo. Denk ik. Ik denk dat er hier vast nog wel ergens eentje staat. Hier dan? Hallo? Er was er sowieso op het pleintje nog eentje waar die packer punch was. Oh, kijk. Dat is een goed idee. We moeten eventjes naar die plek waar dat pleintje is. Oh, hier is er een. Nou, die is wel vol, denk ik nu. Of niet? Oh, fuck. Pats. Grote puist geplonkt. Wil ik dat wapen hebben, is een beetje de vraag. Is het een goed wapen, game? Is dat het wapen dat ik net had? Nee, het lijkt er wel een klein beetje op. Er komen namelijk allebei kogels uit. Wat een interessante observatie. Waar is dat pleintje dan wel? Hierachter zeker? Ja, hier moet je erop. Oké, dan. Hallo, spokerige spookies. Ik moet even deze pompoen vol zien te... Oké, dit gaat dood. Ik heb ook geen quick revive. Shit. Deze ronde is bijna af, toch? Misschien haal ik het nog. Oké, shit. Ah, ik leef nog. Woe! Wacht, ik kan zo'n monkey... Ik kan zo'n apenbom gooien. Hier zo. Gaan ze er allemaal op afrennen. Sukkels dat het zijn. Zoiets, ja toch? Is hij nu vol? Nog niet eens. Oh ja, daar. Kijk, nieuw perk. Pats. Nou, hè? Toch nog een feestje van gemaakt. Het is wel irritant aan dat item genaamd Mule Kick. Tuurlijk, je krijgt een... je kan drie wapens bij hebben, maar ik weet nooit echt welk wapen ik verlies. Deze kan denk ik niet vol, dat is gewoon een normale pompoen. Ik denk dat we ze allemaal hebben dan. Nou, dat is fijn. Er is voor mij, ik kan voor mij nog ontsnappen hier, maar dan moet je echt heel veel punten hebben, of niet? Je must complete the pumpkin challenge. Oké, dus als we gewoon alle pompoenen hebben, dan speel ik ook gewoon de map uit. Dat is fijn. Oké. Dan mis ik dus nog een pompoen ergens. Nou, dan kunnen we de map gewoon uitspelen, dat is fijn. Ik vind het altijd jammer als ik aan het einde van zo'n video mezelf dood moet laten gaan. Dan voelt dat als falen, maar dat is het ook. Nou, het is eigenlijk geen falen. Het is meer bewust opgeven, omdat je geen zin hebt om iedere bezom... Oh, hier is de laatste, denk ik. Yes. Tellen jullie ook voor deze pompoen shit? Vraag het voor een vriend. Deze is wel extra moeilijk. Wacht. Oh, wacht. Shit. Is dat de laatste? Nee. Oké, wacht. Even gauw proberen. Hey, kappen nou, hè. Dat was in even gauw mijn wapen upgrade. Niet de raygun, maar dat andere ding. Die, yes. Even upgraden. Dan fixen we even gauw die laatste pompoen vlucht weer. De brain teaser. Even nog een keer upgraden voor de grap. Ja, toch. Ik weet niet echt wat de grap is, behalve dat ik aan het ownen ben. De brain teaser met Thunderball erop. Hartstikke mooi. Oké, dan. Waar was die laatste pompoen? Hier ergens in de buurt. Waar was het nou? Verdurie. Dat is toch meer de andere kant op, zeker. Help mij, ik zoek pompoen. Dat was hier, ja. Hallo. Ga er maar op af, sukkels. Een paar granaten erop.
Oeh. Is dat genoeg zieletjes? Ja hoor. Oh fuck. Het zou helemaal scary zijn als ik het einde van de video... Oh, dit is echt geen fijn wapen trouwens. Pumpkin Suns failed. Find and claim your reward. Oh, ik krijg waarschijnlijk nog een extra cool wapen of zo van de game. Dat is wel vet. Die willen we eerst wel even hebben, ja. Find and claim your reward. Is dit hem? Voor mij wel, ja. Fuck jou, Regan. Ga maar weg. Even voor deze bitches. Ik vind deze dingen al veel te goed. Ze zijn echt gewoon veel te sterk, waardoor ik ze echt niet leuk vind. Dat zijn die... Ja, die van die kleine zwarte gaten kan maken, die ze allemaal doodmaken en zo. Ik vind zombies gewoon niet leuk als het echt te makkelijk is. En daarom boeien hogere rondes me niet. Ze duren gewoon heel lang en je doet eigenlijk hetzelfde. Je moet gewoon nog steeds niet vastkomen te zitten. Andere mensen beweren juist dat latere rondes steeds leuker worden. Ik ben het daar niet mee eens. Meningsverschil mag er zijn natuurlijk. Laten we ontsnappen. Het is geen spooky einde. Nee. Een ware ontsnapping in ronde 17. Prachtig. Kan je echt lekker rennen met dit ding. Dat is duidelijk. Doei. Oh, je hebt punten nodig. 50.000. Oké, ik maak het al af. Vooruit dan maar. Niet alsof ik wat te doen heb met mijn tijd. Sure. Oké, dan kan ik wel nog even op mijn verhalenlijstje kijken of ik nog wat leuke verhalen heb misschien om te vertellen. Toch de tijd moeten vullen en zo. Ik moet vooral gewoon die gasten in lijntjes gooien en ze neerknallen. Gewoon even heel snel nog 45.000 punten nodig. Had het er meteen even bij gezegd, hek, dat ik meer punten nodig had, had ik beter mijn best gedaan, weet je. Het is niet echt om met die punten. Je kan beter een wapen hebben dat heel slecht is dan een wapen hebben dat heel goed is. Slecht wapen, dan kun je, raak je ze vaker voordat ze doodgaan. Dus dat geeft je snel punten. Ik wil gewoon een wapen met heel veel kogels. Is dat te regelen, game? Heb je er wat leuks voor me? Ik ga ook wel gewoon dood. Ook prima. Oh. Ik heb ook helemaal geen zin het af te maken. Maak mij maar af. Oh, dat had ik echt niet verwacht. Oh, dat kwam uit het niet. Dankjewel voor het kijken van deze Halloween special. Van Black Ops 3 Custom Zombies. Dankjewel voor het kijken. De groeten thuis. Doei!